In 2022 deed ik iets wat echt buiten mijn comfortzone was. Ik ging namelijk alleen naar het buitenland toe. Ik vond het heel erg spannend, maar ik ben heel erg blij dat ik die stap heb genomen. Want ik heb er oprecht veel van geleerd. Ik heb mezelf beter leren kennen. En ik ben er ook veel sterker door geworden op verschillende vlaktes. Tijdens mijn trip had ik mijn vlogcamera meegenomen, want het was de bedoeling dat ik alles zou vastleggen. Alleen gedurende de trip zag ik het gewoon niet meer zitten. Ik ging echt door verschillende emoties heen. Ik vond het niet meer leuk. Ik ga daar straks ook wat meer over vertellen. Ik heb die vlogbeelden nooit bewerkt. Dus vandaar dat ik heb besloten om die vlog een andere insteek te geven. Ik ga namelijk in deze video vertellen hoe ik mijn solo trip heb ervaren, wat ik ervan heb geleerd, wat ik precies heb gedaan, wat de aanleiding was van die trip. Dus mocht je benieuwd zijn, kijk nog wel verder. Oké, laten we terug in de tijd gaan. Een aantal jaar geleden had ik tegen mezelf gezegd, ooit wil ik alleen naar het buitenland. Niet per se om een hele lange reis te maken, maar meer alleen in het buitenland zijn. Want ik vind het heerlijk om tijd met mezelf te spenderen. Ik doe dat al heel vaak in Nederland, in mijn eigen omgeving, maar nooit in het buitenland. En iets hielp me altijd tegen, want ik vond het altijd een eng idee om alleen in een vreemd land te zijn. Want je kent er niemand, je weet niet of je je daar veilig voelt, je weet niet wat je kan of gaat doen. Het idee was er altijd al, maar om echt die daadwerkelijke stap te nemen, kon ik gewoon niet. Iets hield me tegen, tot op een bepaald moment. Ik kreeg namelijk een e-mail van een bedrijf met de vraag of ik naar Milaan wilde gaan voor Milaan Fashion Week. En toen dacht ik, dit is misschien wel de kans om mijn solo tripje te doen. Ik zag eigenlijk geen redenen om niet meer te gaan. Ik denk, oké, ik word uitgenodigd voor een eventje in het buitenland. Let's go. Maar toen begon ik te twijfelen van, moet ik wel gaan? Is het wel nodig? Want ze zouden een overnachting voor mij regelen. Alleen ik moest zelf de vlucht regelen. Toen dacht ik, is dit meant to be? Moet ik nu gewoon gaan? Maar ik vond het niet zo aantrekkelijk genoeg om maar voor één nachtje in het buitenland te zijn. Ik krijg bij het idee al heel veel stress, want je hebt natuurlijk reistijd. Je wilt toch wel kunnen genieten. Ik ben niet zo van het even snel heen en weer gaan. Er zijn mensen die dat doen voor werk, maar ik ben gewoon niet zo. Toen dacht ik, laat ik voor mezelf een extra dag eraan plakken. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Dus ik ging één dag eerder naar Milaan toe om toch even tijd met mezelf te spenderen, de stad te verkennen. En dat heb ik dan ook de eerste dag gedaan. Ik heb een ander hotel geboekt dan het hotel dat de organisatie voor mij had geregeld. Het was ietsjes buiten de stad. Het was goed te betalen. Het was best wel ook wel dicht bij de stad. Het was een uurtje wandelen. En ik vond dat eigenlijk niet zo erg, want het was best wel een leuke locatie. En dus ik had een heel fijn hotel. Alles was op loopafstand. Of een uur loopafstand. Ik vind het toch wel spannend om het openbaar vervoer in het buitenland te nemen. Helemaal als ik alleen ben. Dus vandaar dat ik ervoor had gekozen om het hele stuk naar de stad te wandelen. Ook had ik vanuit het vliegveld naar het hotel een Uber genomen. Want ik vond dat de meest veiligste optie. I don't know why, maar ik vond dat heel erg, het idee daarvan vond ik wat veiliger. Dus mijn eerste dag in Milaan heb ik heel erg veel gewandeld. Heb ik dingen bekeken. Ik had niet echt een plan. Het enige doel wat ik had was naar de Starbucks gaan. Want ze hadden daar een hele mooie grote Starbucks. En die wilde ik graag zien. En dat was ook echt mijn hoogtepunt van de dag. En voor de rest heb ik veel gezien, rondgelopen. Ik had geen plan met mezelf. Ik wil gewoon even de stad verkennen. Ondanks dat ik heel goed op mezelf ben, merkte ik toch wel een soort van leegte. Want ik vind het heel fijn om herinneringen, momenten met anderen te delen. Je kan er gezellig over kletsen. Het is gewoon gezelliger als je het niet alleen bent. Maar om toch die stilte in de stad, ondanks dat de stad druk was, merkte ik toch wel een soort van stilte en eenzaamheid. En om die eenzaamheid te verminderen, liep ik de hele dag met oortjes in. Oké, misschien had ik niet de hele dag oortjes in, maar wel grotendeels van de dag. Want ik vond het ook wel fijn om af en toe de omgevingsgeluiden te horen en dat allemaal waar te nemen. Want dat heeft ook wel zijn charme. Ik vond het heel erg prettig om mijn oortjes in te hebben, zodat ik toch nog een beetje in mijn eigen wereld
zat, in mijn eigen bubbel was. En dat was toch wel een vorm van veiligheid of zo. En daarnaast had ik best wel veel contact met het thuisfront, met mijn vriend, met zijn vriendinnen. Op deze manier voelde ik me toch niet helemaal alleen. En ondanks dat ik me soms wel eenzaam en alleen voelde, heb ik me nooit echt 100% onveilig gevoeld. Soms heb je wel van die momenten dat je denkt, oeh, klopt dit wel? Is dit wel een slimme zet? Of moet ik hier wel heen? Maar ik heb gemerkt dat ik tijdens deze trip alleen maar naar mijn intuïtie en onderbuikgevoel heb geluisterd. En ook dit beter heb leren kennen, ontdekken. Van oké, wat is wel prettig, wat is niet prettig, waar heb ik behoefte aan? Maar als je met anderen op reis bent, dan let je daar minder snel op. Dan ben je sneller afgeleid, ga je vaker met die anderen mee. Of dan merk je dat de andere persoon toch wel op je let en nu ben je helemaal alleen. En ik denk dat het ook komt omdat ik nu zelf ook in een stad woon. Ik kom zelf uit een dorp en daar is de leefomgeving toch wel anders dan in een stad. En omdat ik de grote stad al gewend ben, voelde ik me ook niet heel snel onveilig. Ik merk gewoon al heel snel wanneer iets niet klopt of ik ergens niet moet zijn. En dan ga ik gewoon weg. Ik had een moment tijdens mijn eerste dag in Milaan dat ik niet zo lekker werd. Ik was gewoon heel erg kapot. Ik was ook al sinds 4 uur, 3 uur 's nachts op. Dus mijn lichaam was gewoon gesloopt. En ik was best wel ver in de stad. En om helemaal terug te lopen naar het hotel zou ik echt 2 uur onderweg zijn. En ik dacht, oké, dit gaan we niet doen. We gaan nu een Uber nemen. En ik ga terug naar het hotel om mijn rust te pakken. Dus ik heb ook echt geleerd om naar mijn lichaam en behoeftes te luisteren. En dat vind ik ook wel heel erg knap. Want dat deed ik voorheen veel minder. Ik deed het wel. Ik was altijd wel zelfbewust. Maar dit was, oké, hier heb ik nu behoefte aan. Dan ga ik er ook naar luisteren. Anders is dat misschien een foute boel. En ben ik niet meer alert. Dus ja, ik ben er heel zelfbewust van geworden. En de struggle waar ik tegenaan liep tijdens mijn solo-trip was het maken van foto's. Ik kan natuurlijk wel foto's van de omgeving maken. Maar wanneer ik een foto van mezelf wilde met de omgeving, was dat een uitdaging. Want ik had geen statief mee. En al had ik dat mee, vond ik het best wel ongemakkelijk om dat neer te zetten. Dus ik ging aan wildvreemde mensen vragen of ze een foto van me wilden maken. En ik vertrouw niet heel snel onbekende mensen met mijn telefoon. Dus ik ging wel specifiek een persoon benaderen waarvan ik dacht dat ze te vertrouwen waren. En vaak, ja, het was altijd wel het geval geweest. Vaak sprak ik iemand aan waarvan ik het gevoel had dat ze wel een gevoel hadden voor fotografie. Of dat ze zelf influencers of content creators waren. Niet dat ik het per se 100% zeker wist. Maar ik denk, oké, deze mensen nemen ook de tijd om foto's te maken. Dus dan ga ik ervan uit dat ze er een klein beetje verstand van hebben. En alle foto's waren prima. Ze waren niet perfect, want ze kennen hem niet. Ze weten niet per se wat voor soort foto ik wilde. Maar ze deden wel hun best. Ze namen de tijd om foto's met mij te maken. En dat vond ik heel erg prettig. Voordat ik die stap nam, dacht ik altijd van mensen willen niet helpen. Ze zijn niet beleefd of iets in die richting. Maar dat is totaal niet waar. Tuurlijk, er zitten mensen tussen die geen zin hebben. Ik merkte gewoon de personen die ik aansprak, die waren heel vriendelijk. En daar heb ik ook wel van geleerd dat het totaal niet erg is. En ik was heel erg bang dat mensen het raar zouden vinden. Dat ik alleen op stap zou zijn. Maar het is me echt opgevallen. En mensen zeggen dit ook. Als jij alleen op reis gaat, valt het je op hoeveel andere mensen ook solo travelers zijn. Ik vond het ook heel erg lastig om ergens te gaan eten. Want dat kan heel erg loner, eenzaam overkomen. Maar ik vond het eigenlijk ergens wel lekker om in mijn uppie uit eten te gaan. Tuurlijk kunnen mensen je raar aankijken. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel andere solo travelers die ook moeten eten. Je kan wel een boterham in de supermarkt halen en in de hotelkamer gaan eten. Maar dat is ook niet gezellig. En uiteindelijk ben je er voor jezelf. En dan maakt het uit wat andere mensen van je denken. Dus ja, zeg maar zo'n fuck-it-gedachte heb ik wel ontwikkeld. En ik ben zoveel minder aan het overdenken door die trip. Oké, om de eerste dag van mijn Milaan-trip af te sluiten. Het was een geslaagde dag. Achteraf gezien viel het allemaal mee. Het waren gewoon allemaal nieuwe prikkels. Ik moest gewoon wennen aan de omgeving. Maar als ik er nu zo op terugkijk, dacht ik, ja, het was een hele fijne dag. Ik heb mezelf goed vermaakt. En het had al allemaal zo moeten gaan. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Vanaf de dag daarna, dus mijn tweede dag in Milaan, ging het allemaal bergafwaarts. En ik wil niet
negatief overkomen. Dus wat ik nu allemaal ga vertellen, wil ik niet in een negatief daglicht gaan zetten. Maar dit is hoe ik het op dat moment heb ervaren. Ik moest van hotel veranderen. Ik had maar één nachtje geboekt bij het ene hotel. En het andere hotel was geregeld door de partij waar ik uitgenodigd door was. Super fijn dat dat allemaal geregeld was, want dat scheelt natuurlijk ook kosten. En ik zat eerst in het oosten en ik moest richting het westen. En ik nam de Uber daar naartoe. En tijdens de rit daarheen kreeg ik al een heel raar gevoel. En al eerder zei ik dat ik heel goed naar mijn onderbuikgevoel ging luisteren, naar mijn intuïtie. En ik voelde me gewoon niet prettig. En eenmaal aangekomen bij het hotel dacht ik, het hotel was zeg maar in eerste instantie niet een hotel die ik zelf had uitgekozen. Maar ja, prima weet je, ik waardeer dat het allemaal voor me is geregeld. Dus ik ga er gewoon heen, ik overnacht er en prima. En mijn hele plan was tijdens dag 2, gedurende de ochtend, loop van de dag, de buurt een beetje te verkennen. Maar er was niks te doen. Het was een beetje afgelegen. De vibe was niet zo fijn. Ik dacht helemaal, wat moet ik hier? En de Uber was best wel prijzig. Dus ik wilde ook niet constant met de Uber gaan. En ik dacht, ja, ik kan ook wel met het OV gaan. Maar voor mij was dat op dat moment echt een hele grote stap om te zetten. Het OV in het buitenland vind ik gewoon eng. En dat kan gewoon in mijn hoofd zijn, maar ik was al out of my comfortzone gegaan. En om nog meer stappen te zetten, vond ik op dat moment even niet de meest verstandige keuze. Want ik kan heel snel in de stress raken. Ik kan best wel snel een paniekaanval krijgen als ik dingen doe die te veel voor mij worden. Dus ik dacht, laten we dat maar niet doen. Dus ik ging voor, ja, dus ik koos voor gemak. Dus uiteindelijk ben ik niet het centrum meer ingegaan. Heb ik niet het OV genomen, ben ik maar in mijn hotel gebleven tot het moment van het event. Want in de namiddag, begin avond, vond het event plaats waar ik uitgenodigd voor werd voor Fashion Week. Vaak als ik naar influencer events ga hier in Nederland, weet ik 9 van de 10 keer wel wie er komen of wat voor soort mensen er aanwezig zullen zijn. Maar nu wist ik dat niet en het bedrijf kon het ook niet vrijgeven. En ik zat van, ja, maar ik ga in mijn uppie naar Milaan. Ik weet niet wat ik kan verwachten van het event. En ik weet niet eens of ik mensen ken. Gelukkig zag ik op Instagram dat iemand er ook heen ging. Die ik ook volg er ook heen ging. Toen dacht ik, ja, dan ben ik in ieder geval niet alleen. Dus dan voelde ik me ook wel heel erg prettig bij. Dus ik had met haar afgesproken en ook iemand anders. Een andere influencer was er ook. Ik was trouwens een uur te vroeg, want ik had geen idee wat ik wilde doen. Ik ging gewoon naar de locatie. En je kon naar foodstands gaan. Je kon daar gewoon chillen, drankjes doen. Dus ik had mezelf hartstikke vermaakt daar. Ik had mijn haar nog laten doen. Ik was helemaal in mijn element. Ik vond het helemaal prima. Uiteindelijk begon de show. Want ik werd voor 1 show uitgenodigd. En ik vond het helemaal vet. Ik zat front row. Ik denk, wow, dit is een ervaring. Ik ben zo dankbaar dat ik hier mocht zijn. Dus ik had wel al heel veel dankbaarheidsmomentjes. Maar ik had nog nooit een fashion show meegemaakt. Dus voor mij was dat ook allemaal nieuw. En toen na een kwartier was het voorbij. En toen kreeg ik even de realisatie dat ik voor maar 15 minuten aanwezigheid in Milaan was. Ik kon wel de hele dag op het terrein spenderen. Kon ik een beetje eten, chillen. Maar ik kende niemand. Wat heb ik daar dan te zoeken? Ik zat echt van, ja, ik vind het heel erg leuk dat ik hierbij mocht zijn, weet je. Maar ik zag van, voor 15 minuten? Misschien goed om te vermelden, ik ben een heel sociaal persoon. Ik vind het totaal niet erg om nieuwe mensen te leren kennen, gesprekken aan te gaan. Maar op het event had ik niet het gevoel dat mensen daarvoor open stonden. Iedereen stond een beetje bij verschillende clubjes. In Nederland ben ik heel snel geneigd om gewoon in gesprek te gaan met een mede-influencer die ik nog niet ken. En dan vind ik het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Maar daar kreeg ik niet echt het gevoel. Iedereen was een beetje in clubjes. Dus vandaar dat ik ook niet met random mensen ging socializen. Ik had het geprobeerd. Want ik vroeg aan een random persoon of ze een foto van me wilde maken op de loper. Maar ook daar kwam er geen gesprek uit. Dus dat vond ik wel jammer. Maar misschien voelen andere mensen zich ook awkward. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Omdat de dag ook niet zo lekker liep,
ging ik in de avond roomservice bestellen in het hotel. Want ik had zo geen zin om buiten de deur te eten. Want de stad ingaan na het event zag ik gewoon niet meer zitten. Dus ik wilde lekker gemakkelijk doen. Dus ik bestelde roomservice, echt een rip uit mijn lijf. Maar op dat moment wilde ik gewoon voor comfort gaan. Voor gemak. En eten is gewoon wel echt mijn comfort. Ik hou van comfortfood. Dat vond ik wel heel erg fijn. Dus ik heb toch wel, ja, het beste ervan kunnen maken. Tot zover het kon. De volgende dag liep ook anders dan gepland. Het idee was om mijn laatste dag in Milaan nog lekker in de stad te spenderen. Maar het weer sloeg om. Het werd zo slecht weer. Het regende de hele dag. En ik ben niet vies van regen. Ik ga ook hier in Nederland, als het regent, ga ik gewoon naar buiten. Ga ik dingen doen. Maar ik had mijn koffer. Ik had allemaal spullen. En dan moest ik nog eens met een paraplu lopen door de stad. Toen dacht ik, weet je, ik heb er gewoon geen zin in. Ik dacht op dat moment, ik kan mezelf dwingen om iets te gaan doen. Want ik ben nu in deze stad. Maar dan haal ik er gewoon nul plezier uit. Of ik kies ervoor om alvast naar het vliegveld te gaan en daar mijn tijd te spenderen. En ik koos voor het tweede, al had ik wel heel graag nog iets willen doen in Milaan. Maar mijn hotel was al ver van de stad. Normaal gesproken zou ik mijn spullen gewoon in het hotel achterlaten, de stad ingaan en later weer terugkomen om mijn spullen op te halen. Maar omdat mijn hotel zo ver van de stad was, had ik daar gewoon geen zin in. Het liep gewoon niet zoals gepland en dat is helemaal oké. Op dat moment baalde ik er echt van dat ik niet alles uit mijn trip kon halen. Maar dan denk ik, het had zo moeten zijn. Ik heb de ervaring gehad. Ik heb ervan geleerd. Ik heb hele leuke momenten gehad. En ik ben heel erg blij dat ik Milaan Fashion Week mocht bezoeken. Voor een show. Maar ik merkte ook gewoon dat het niet mijn plek is. Ik ben geen fashion chickie. Ik ben gewoon Sabrina. Lekker down to earth. Lekker introvert. En ik hou van social events. Maar het moet dan ook wel echt mijn plek zijn. En ik ben ook heel erg gevoelig voor de omgeving. Voor prikkels. Dus ja. Het is gebeurd. Het had zo moeten zijn. Maar doordat ik dit heb gedaan, is mijn stap voor een volgende solo trip minder moeilijk. Ik weet niet wanneer ik een volgende solo trip op de planning zal hebben. Waar die solo trip plaats gaat vinden, weet ik nog niet. Wel weet ik dat ik eerst mijn research ga doen naar locaties, omgevingen, of er dingen te doen zijn. En of het een veilige omgeving is om alleen te zijn. Want voordat ik naar Milaan ging, ging ik ook googlen, is Milaan een goede plek voor solo travelers? En Google zei ja. En dat is ook wel zo, want ik heb me niet echt onveilig gevoeld. Ik heb me meer onprettig gevoeld en niet in mijn zone gevoeld dan dat ik me echt onveilig heb gevoeld of zo. En uiteindelijk is het allemaal een ervaring, leer ervan en komt het allemaal wel goed. Wat ik eigenlijk het spannendste vond, was niet het per se ergens zijn, maar de reis er naartoe en de reis terug. Of nou ja, er naartoe. Ik heb meerdere malen in mijn leven gevlogen, maar ik heb nog nooit alleen in een vliegtuig gezeten. Of nou ja, alleen zonder iemand, zonder een compagnon. Het ging eigenlijk helemaal goed. Ik merkte gewoon hoe zelfstandig ik was tijdens deze trip. Dat ik eigenlijk niemand nodig heb om iets te regelen. Je komt er uiteindelijk wel uit. Je kan dingen vragen, je kan dingen lezen, je kan dingen opzoeken. Het is fijn als je iemand hebt die ook gezellig met jou op reis wilt. Maar het is niet per se nodig. Je komt er zelf ook al uit. Ondanks dat het anders is gelopen dan gepland, ben ik wel blij met mijn beslissing. Dat ik het heb gedaan. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen doen. En dat ik ervan heb geleerd. Het zou perfect geweest zijn als alles soepel was gelopen. Dat ik het 100% naar mijn zin heb gehad. Maar dat was het niet. En dat, ja, we mogen ook daar open en eerlijk over zijn. Want ik ben ook een mens met gevoelens en ervaringen. Nu ik mijn verhaal zo heb gedeeld, ben ik ook wel benieuwd of jij ooit een solo trip hebt gedaan en hoe jouw ervaring was. En mocht je het nog niet hebben gedaan, dan ben ik ook wel benieuwd of jij behoefte hebt
aan een solo trip? Zo ja, waar zou je heen willen gaan? Heb je al plannen? Of ben je net zoals ik ook eigenlijk heel erg bang om out of je comfortzone te gaan? Dat kan ik ook compleet begrijpen. Maar ja, ik wil je heel erg bedanken dat je de tijd hebt genomen om deze video te bekijken. Mocht je meer van mij willen zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram en TikTok. En dan spreken we elkaar snel. Doei doei!